Yo Nintendo fans, dit zijn de 10 beste games waarin Mario zit voor de Nintendo Switch. Nummer 10. Super Smash Bros. Ultimate. The ultimate showdown is almost here, and I, the announcer, invite you to smash your rivals off the stage in Super Smash Bros. Ultimate. Ik weet het, Super Smash Bros. Ultimate staat voor veel mensen veel te laag in deze game. En is dit wel een echte Mario game? Nou, in deze lijst zet ik games waarin je in ieder geval met Mario kan spelen. Het hoeven geen officiële Mario games te zijn, maar Mario is natuurlijk wel van de partij als speelbaar karakter in Super Smash Ultimate. En waarom staat hij dan maar op de 10e plek bij mij? Ik speel deze game gewoon te weinig. Alle games die hierna volgen in deze lijst heb ik uiteindelijk meer gespeeld dan Super Smash. Begrijp me niet verkeerd, ik vind Smash best wel leuk, maar het is geen game die ik alleen op de bank ga zitten spelen. Persoonlijk heb ik ook niet de ambitie om e-sporter te worden in Smash. Ik hoef hier niet super goed in te zijn. En sterker nog, als ik speel met mijn Nintendo vrienden, dan is het echt niet zo dat ik altijd alles win. Stiekem wel, maar ik wil ze niet beledigen. Mijn favoriete karakters zijn Toon Link en Jigglypuff. Ik vind het gewoon heel leuk om een beetje rond te zweven als Jigglypuff en ja, mijn tegenstanders gek te maken. Dat is een beetje mijn techniek, denk ik. Conclusie, ik vond dat deze game sowieso in mijn top 10 moest, maar ja, voor mij persoonlijk speel ik te weinig uur om hem veel hoger te zetten. Oh ja, en voordat we verder gaan, knal even die duimpjes omhoog hè, en vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt, want hier krijg je bijna iedere dag nieuwe Nintendo video's. Nummer 9. Mario Strikers Battle League voetbal. Mario en voetbal. Dat klinkt als mijn perfecte game. En daarom hadden we een paar weken geleden ook een meeting bij het lanceringsevenement van Mario Strikers. Ik nodigde 100 kijkers uit die samen met mij de game mochten spelen en daarna op de foto mochten en een handtekening kregen. Maar Rick, de 9e plek is toch ook best wel laag? Ja. Eigenlijk wel. En dat komt niet omdat het geen leuke game is, want ik heb Mario Strikers dus nu al meer gespeeld dan Smash. En de uren die ik erin stop vind ik ook echt heel erg leuk. De gameplay is in orde, het voetballen is leuk, het is chaotisch, het is grappig. Wat dat betreft echt wel een kwaliteitsgame en wat je mag verwachten van Nintendo. Maar er ontbreekt een goede singleplayer ervaring. Natuurlijk heb je de bekers die je kan winnen, maar als je die hebt gewonnen dan is het daarna wel klaar met de singleplayer content. Alles draait daarna eigenlijk om de Strikers Club, om daar punten binnen te harken en te promoveren naar hogere divisies online. Maar echt wel een terecht kritiekpunt is dat er gewoon een story mode ontbreekt. En dat is zo jammer, want anders had deze game denk ik wel in mijn top 3 gestaan. Een sportgame met wel een leuke story mode staat op nummer 8. Nummer 8. Mario Tennis Aces. An all-star roster of Mario series favorites is ready to rally in full-blown tennis battles, using their most tactical, tricked-out shots ever. Ja, en deze story mode, de single-player content, heb ik natuurlijk ook volledig geüpload op YouTube. In totaal heb ik 13 afleveringen geüpload. En dat zijn er lang niet zoveel bij games als Miitopia, maar 13 afleveringen voor een sportgame van Mario is voor mij gewoon dikke prima. Via de story mode leerde je ook echt om een betere speler te worden. De filmpjes die je tussendoor kreeg waren leuk. De levels waren soms best uitdagend. En allerlei verschillende karakters kwamen langs in de challenges. En dat is een veel leukere manier om een game te leren spelen dan met een tutorial en gewoon maar wedstrijdjes te gaan doen. En als je dan die story had gedaan, dan was het ook super leuk om dit met vrienden te spelen. Vooral het 2 tegen 2 was af en toe echt hilarisch. En daar komt best wel wat tactiek bij kijken. Ja, Mario Tennis Aces vond ik een super leuke Nintendo Switch game met Mario. Nummer 7. Super Mario Maker 2. Ja, dit is natuurlijk eigenlijk gewoon oneindig 2D Mario. De hele Nintendo community, de hele Nintendo fanbase kan hier Mario levels bouwen. En vervolgens kan iedereen die geen zin heeft om te bouwen, die levels ook gaan spelen. Oftewel, Nintendo heeft gewoon volledig de touwtjes uit handen gegeven aan zijn community om de perfecte Mario levels te maken. Eigenlijk is dit dus misschien wel de allerbeste 2D Mario game die er bestaat. En ook hier zat een leuke story mode in. En dat vind ik nou eenmaal belangrijk. Het kasteel van Prinses dus Peach was kapot gemaakt door de reset button. En Mario moest het goed gaan maken. Je moest steeds moeilijkere levels uitspelen en daarmee het kasteel repareren. En natuurlijk is het niet heel bijzonder qua verhaal, maar het is wel gewoon ontzettend leuk om te doen. Op mijn YouTube kanaal heb ik een aantal hele bizarre levels gespeeld. En ik vond het ook super leuk om levels van kijkers en de community te spelen. Daar heb ik ook 6 video's van gemaakt. En als ik zelf levels moet maken, ik weet het. Dan was ik heel vervelend. Ik zal de codes van mijn gemaakte levels trouwens even hieronder zetten. En als jij nog een vet level hebt gemaakt, zet die ook even in de reacties. Zou ik super leuk vinden. Misschien ga ik die nog wel spelen. Nummer 6. Mario + Rabbids Kingdom Battle. Dit is de grootste verrassing voor mij. Ik had nooit verwacht dat ik Mario + Rabbids zo leuk zou vinden. Het zou ook best kunnen dat als ik deze video volgende week had gemaakt, dat mijn gevoel anders was en Mario Rabbids nog hoger stond in deze lijst. Ubisoft en Nintendo hebben hier voor mij echt de perfecte samenwerking. Het verhaal was leuk, de Mario Rabbid karakters waren super grappig. Rabbid Peach is een van mijn favoriete game characters ooit geworden. En ik wist ook helemaal niet dat ik van dit soort tactische games hield, want Mario + Rabbids is best tactisch. Je moet bij elke beurt je karakters in het juiste vakje zetten en vanuit dat vakje kan je dan aanvallen. Of je kan er juist voor zorgen dat je heel verdedigend staat en dat de tegenstander jou niet aan kan vallen. Ik vond het heel leuk om hierover na te denken. En hoewel ik nog steeds niet heel erg van dit soort games houd, doet Mario + Rabbids iets met mij omdat er Mario in zit. En dan vind ik het opeens wel leuk. Best wel raar, maar zo werkt het nou eenmaal soms. Op 20 oktober komt Mario + Rabbids 2 uit. Die gaan we natuurlijk kapot spelen. En knal voor die duimpjes omhoog als je wilt dat ik die ga spelen en jij die video's gaat checken. Nummer 5. Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Oh, wat heb ik gelachen tijdens de streams van Mario 3D World op Twitch. Samen met 3 andere communityleden ging ik helemaal stuk in deze game. Natuurlijk, we waren 3D World aan het spelen, maar we waren vooral ook elkaar aan het, hoe zeg je dat netjes? Liefdevol irriteren? Speedtoad rende vooruit, terwijl Peach door de lucht zweefde en Luigi Mario in de lava gooide. En we vonden het alleen maar grappig, want we hadden toch nog 99 levens. Super Mario 3D World is misschien wel een van de beste Mario games ooit gemaakt. Nou ja, hij staat ook niet voor niks gewoon lekker hoog in deze lijst. Ja, en dan had je natuurlijk nog Bowser's Fury. En als ik op YouTube zie hoe hard jullie daarop zijn gegaan, ja, dan kan ik jullie alleen maar bedanken en deze game ook in de lijst zetten. Want ik vond Bowser's Fury ook heel vet. Dan kan je even een screentje pakken van het aantal views of zo. Van die eerste aflevering. De eerste Bowser's Fury video is gewoon de best bekeken video op mijn YouTube kanaal ooit. En ik zag dat Nintendo hier iets nieuws aan het proberen was. Ze maakten een open 3D wereld waarin je kon gaan en staan waar je wilde. En het was niet heel groot, je was er in 10 uur wel klaar mee. Maar Nintendo zette hier wel weer een gewaagde stap. Ik vond dit bijna lijken op een demo of een test voor een game die ze misschien nu wel aan het maken zijn. Misschien een nieuwe Super Mario Odyssey, maar dat het dan één grote wereld is of zo. Daar leek het wel een beetje op. Misschien als ik volgend jaar een lijstje maak dat die er wel in staat. Nummer 4. Super Mario 3D All-Stars. Ja, 3 3D Mario games. In één. En dat hij zo hoog in dit lijstje staat, komt met name door Super Mario Galaxy. Want wat is dat een vette game, zeg. Ik had Mario Galaxy nog nooit gespeeld. Dit was voor mij de eerste keer dat ik Mario Galaxy speelde. En wat een ervaring. Wat een fijne game. Wat was Rosalina ook tof. De besturing klopte, de werelden klopten. Het was niet te groot, niet te klein. Ja, het was eigenlijk gewoon perfect. Met Super Mario Sunshine heb ik een haat-liefde verhouding, zoals jullie weten. Maar ook die hebben we gewoon uitgespeeld op YouTube. Ik heb doorgezet en uiteindelijk is het ook wel een hele leuke en kleurrijke Mario game. Ik zit soms wel een beetje te schelden op die game, maar het is echt een haat-liefde verhouding. Ik hou ook wel een beetje van Mario Sunshine. Mario 64 vind ik zelf iets te veel verouderd, maar het is een soort van bonusje. En voor heel veel mensen is dit de beste Mario game. Als jij opgegroeid bent met de Nintendo 64 en Mario 64 daar kapot hebt gespeeld, dan snap ik dat nog ook. Dus ja, 3 3D games in één, ja, die moet wel hoog staan in deze lijst. Nummer 3. Paper Mario The Origami King. Hadden jullie deze zo hoog verwacht? Paper Mario en The Origami King heeft ook echt hele mooie dingen gedaan voor dit YouTube kanaal. Toen ik deze video's uploadde zijn we zo hard gegroeid qua subs. En ik vond het zo leuk om deze video's te maken, want Paper Mario heeft oprecht wel een heel leuk verhaal. Het is heel erg jammer dat er geen variaties meer worden gemaakt op bestaande Nintendo karakters. Dat Bobby geen lontje had is al heel verrassend dat ze dat lontje weg mochten halen. Rest in peace Bobby. Bobby was wel echt de held van deze game. Maar ze mogen bijvoorbeeld geen hele nieuwe Koopa's maken met nieuwe power-ups en gekke andere kleuren en zo. En in plaats daarvan maken ze schade als eindbazen en dat soort dingen. Nou was het op zich wel leuk gevonden dat dit allemaal te maken had met origami natuurlijk. Een origami Peach en een origami Bowser is gewoon best wel lachen. Een kritiekpuntje waren de gevechten, die vonden veel mensen niet leuk. Hé, maar als je gewoon die toads betaalde, dan zetten ze bijna heel die battle al goed voor je, dat je helemaal niet meer zelf na hoefde te denken. Dat is wat ik deed. Dus ik had zelf totaal geen last van die battles. Ik vond het wel prima. En in 44 afleveringen hebben wij deze ook volledig uitgespeeld op YouTube. Ik vond dit zo leuk om te doen. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. Nummer 2. Mario Kart 8 Deluxe. Ja, wat moet ik hier nou over zeggen? Mario Kart. Dit is de game die je er altijd weer bij pakt op verjaardagen, op feestjes. Altijd weer even een potje Mario Kart. En het leuke aan Mario Kart is dat iedereen ook kan winnen. Met een beetje geluk krijg je een blue shell en een bullet bill en ga je opeens van de 11e plek naar de 2e of zelfs al de 1e plek. Kinderen vinden dit leuk om te spelen. Ouderen vinden dit leuk om te spelen. Het is voor iedereen vet. En dan te weten dat ze nog eens 48 nieuwe banen erin stoppen. Als DLC... ja, dat is perfect. De game was eigenlijk al perfect, maar ze maken hem gewoon dubbel zo perfect met 2 keer zoveel banen. Op die manier heb je ook geen nieuwe Mario Kart game nodig, dus dat doet Nintendo best goed, vind ik. Met de community in mijn Discord server spelen we ook iedere donderdagavond potjes Mario Kart. En ja, die zijn fantastisch. Dus als je daarbij wil zijn, klik op een linkje van de Discord server. Nummer 1. Super Mario Odyssey. Een jaar geleden had ik deze waarschijnlijk niet op 1 gezet, maar hoe langer het duurt, hoe meer ik ga houden van Super Mario Odyssey. In het Engels zeggen ze, this game grows on you. Oftewel, je gaat steeds meer liefde voelen voor zo'n game. Tuurlijk, uitspelen voor de eerste keer is leuk. En voor de tweede keer is het nog steeds leuk. Maar vervolgens ben ik gaan ontdekken hoe je deze game moet speedrunnen. En dan blijkt dus dat je, als je heel snel bent, hem binnen 1 uur kan uitspelen. En anders ook wel binnen 2 uur. En dat is mij gelukt. En daar ben ik super trots op. Je kan Super Mario Odyssey op zoveel verschillende manieren spelen. Je kan lekker je tijd nemen en alles verkennen. Je kan het zo snel mogelijk doen en daar je uitdagingen vinden. Het ziet er mooi uit. Het speelt lekker. Mario springt echt zo soepel. Ja, ik kijk naar jou, Super Mario Sunshine. En het feit dat je Capi kan gooien en daarmee power-ups kan krijgen van vijanden vind ik gewoon echt een van de beste dingen ooit. Ja, Super Mario Odyssey. Ik kan er heel veel over zeggen, maar deze game is sowieso een top 5 game voor de Nintendo Switch. Laat even weten in de reacties wat jouw favoriete Mario games zijn voor de Nintendo Switch. Doe een duimpje omhoog als je dat nu nog steeds niet hebt gedaan. En vergeet niet te abonneren en zet een belletje aan voor heel veel Nintendo video's. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende. Mazzel!